Dan nu het hotel van de week. Dat ligt in de provincie Groningen, vlakbij twee musea, namelijk het Scheepvaart en het Groninger Museum. En midden in de stad Groningen vind je de Prinsenhof Gardens. Groningen, de universiteitsstad. Natuurlijk wil ik even lekker shoppen in de stad Groningen. Zoveel winkeltjes. Ik wil de Martini-toren zien. Ik hoor hem namelijk wel al. Kijk nou! Ach joh! Kattencafé op zijn kop. Nou, je snapt het. Kleine tussenstop. Dit is dus zo leuk als je een stad bezoekt die je nog niet kent, je ogen de kost geeft en dan kom je dus ineens in zo'n café terecht. Een centrum van... Ik heb de Martini-toren nog niet gevonden, maar dit, ik bedoel, mijn dag kan al niet meer stuk. Nou, ik heb er weer 10 vrienden bij. Op naar de Martini-toren. Ik heb hem gevonden. Dat is Nederland, hè? Deze tijd van het jaar gewoon nog buiten kunnen zitten. Dat is toch top? En dan na een dag shoppen op loopafstand van Paterswolde Meer, gewoon lekker genieten in Fletcher Familiehotel Paterswolde. En vanaf nu dus alleen nog maar in de relax-stand. Heerlijk, hier waren mijn voeten echt aan toe. Straks de keuze tussen een Turks stoombad, een Finse sauna, lekker dompeldouche daarna, misschien een solariumtje, maar in ieder geval wel een duik in het binnenzwembad. Zo, klaar voor het diner. Voor het diner even een lekker drankje in de gezellige bar. En trouwens, ze hebben hier een private dining room. Die ziet er chic uit. De chefkok van het à la carte restaurant vindt het echt heerlijk om zijn gasten te verwennen. En ik kan je vertellen dat hier ook echte artiesten hebben gegeten. Want die treden hier allemaal op in de grote zalen. Oeh, heerlijk! Oh, kijk eens even. Ik heb het net over de artiesten die hier wel optreden. Bibi Soyadi, Laura Fiji, Rob de Nijs. Die hebben ook allemaal hier gegeten. Hartelijk dank. Dank, dank. Nogmaals proost.